Als het gaat om overspanningsbeveiliging komen de legio stekkerdozen uit China die het allemaal claimen te kunnen. Maar wie durft daadwerkelijk knikkers op tafel te leggen en wie komt er met een design wat enigszins spannend, dan wel innovatief, dan wel überhaupt handig is? Nou, wij vonden die eigenschappen in deze stekkerdoos van APC die gemaakt wordt door Schneider Electric. Acht stopcontacten moet ik zeggen, een stukje netwerk LAN-beveiliging en een stukje coaxbeveiliging. En eigenlijk is dat daarmee de ideale stekkerdoos voor in de woonkamer bij de televisie. Want je televisie zelf kan erop, maar ook je spelcomputers, je media players, etcetera, etcetera. Maar nou, je wilt de boel niet alleen bevestigen tegen overspanning via het stopcontact, maar je wil ook de LAN-kabel die eraan komt vanuit de meterkast, die wil je nog even een keertje beschermen. Je coax, precies hetzelfde verhaal. Want ook dat is gewoon een geleidende kabel die elektriciteit op de verkeerde manier in jouw peperdure televisie naar binnen kan jagen. En dan kun je zeggen, hij is verzekerd, maar doorgaans wordt de dagwaarde uitgekeerd. En bij tv's valt die doorgaans flink tegen. Dus voor een paar tientjes koop je een stukje zekerheid. Nou, de verpakking is groot, vandaar dat ik hem even op de kant heb gelegd. Is wel heel erg duidelijk in wat je allemaal mag verwachten. Een stukje kabelgeleiding ook. Laat ook duidelijk zien waarom hij enigszins vreemdvormig is. Zodat je dus met gemak allerlei stekkers en adapters kwijt kan. ROHS, CE, van alles zit erop. Lifetime product warranty, dus gaat die ooit kapot, om wat voor reden dan ook, bel ze op, je krijgt een nieuwe. Doen ze niet moeilijk over. Nou, dat is natuurlijk helemaal super. En alleen dat al is toch best wel een verschil met de gemiddelde elektronica die uit China komt. Op dit gebied. Daar zie ik dit soort claims eigenlijk nooit staan. Het zou kunnen dat er ook nog een verzekering op zit, op de spullen die je hebt aangesloten. En mocht die toch niet in staat zijn om de stroom te onderbreken. Dat gaan we even uitzoeken, dat lees je in de review die via de link onderaan de video beschikbaar is. Dus daar kom ik later op terug. Nou, in de verpakking vinden we natuurlijk de handleiding. Die geeft wat meer uitleg over het doosje. En dit is de stekkerdoos zelf. Een mooie lange kabel eraan, 3 meter lang. Status LEDs, dus de search protection, op het moment dat hij een overload detecteert. En hij bevestigt ook of de aarding goed is. En dat is eigenlijk een hele handige tool. Stel nou dat je een nieuwbouwwoning opgeleverd kunt krijgen, kun je deze dus in principe in ieder stopcontact steken. En heel snel even kijken of het stopcontact correct is aangesloten. En daar eventueel je aannemer weer op terugfluiten. Schakelaar, die is ook keurig afgestemd op de hoeveelheid energie die moet kunnen schakelen. Dat is het leuke ook weer van APC. We kennen dit soort Chinese doosjes ook en die kunnen dan inderdaad wel bijvoorbeeld 3600 Joule aan. Maar deze schakelaar die kan dan maar 1000 Joule aan. Nou ja, op het moment dat je dan te veel trekt en dan blaas je de schakelaar op, heb je uiteindelijk nog niets. Mooie vergulde aansluitingen voor de coax. APC doet natuurlijk zoveel mogelijk om het coax signaal, het analoge signaal, zo goed mogelijk te houden. Want er zijn nog steeds landen waar analoog heel veel gebruikt wordt. Ook in Nederland overigens. De netwerkaansluitingen die ook voor telefonie volgens mij bruikbaar zijn. Al zal het daarvoor misschien minder gebruikt worden. Hier zit nog een knopje. Geen idee wat die precies doet. Wellicht zit de zekering daarachter. Nou, voor de rest, dus hier vier aansluitingen. Je merkt dat de onderlinge afstand, er zit wat verschil in. Dat zal ook weer te maken hebben met het gemak om adaptertjes te plaatsen. Diezelfde onderlinge afstandsverschillen, die zien we hier nog een keertje terug. Aan de achterkant, we zagen dat al even op de doos, een stukje kabelgeleiding. En hier hebben we schroefgaat. Met andere woorden, je kunt hem ook op de muur bevestigen. Dat is handig. Check alleen wel eventjes of de kop van je schroef goed hierin kan hangen, want de ruimte is enigszins beperkt. Dus pak eventjes de schroef die je wil gaan gebruiken. Kijk eventjes of die voldoende klemkracht daarin gaat hebben. En wat ik zeg, als je dat gaat doen, dan is die kabelgeleiding heel erg belangrijk. En je kiest gewoon links of rechts en je drukt hem erin en je hebt je kabel goed liggen. Nou, qua design ziet het dus allemaal goed uit. Qua unboxing ziet het er goed uit.
Ja, ik vind het tot nu toe best wel een hele slimme stekkerdoos. Willen alles weten over deze APC PMF 83 VT overspanningsbeveiliging? Check dan even de link onderaan de video. Die brengt je naar gadgetgear.nl. Daar lees je alles terug over deze doos. Ze gaan ook nog even dieper in op de specificaties. Op hoe het stroomonderbreken nou werkt. Hè? Wat is nou de succeskans op het moment dat je deze stekkerdoos gebruikt? Tenminste, wat verwachten wij? Qua prestaties, want we hebben geen laboratorium, dus we kunnen het niet uittesten. We kunnen niet in de praktijk testen. Maar we gaan wel echt gewoon wat dat betreft een beetje ontleden en jou echt vertellen of deze APC-variant inderdaad meerwaarde heeft boven de gemiddelde Chinese stekkerdoos met overspanningsbeveiliging. Mijn gut feeling zegt, dat is absoluut wel het geval. Maar of dat daadwerkelijk zo is, lees je via de link onderaan de video.